Alleluia. Alleluia. It's amazing what grace is. Alleluia. Onze God, Hij kent de grenzen. Ze bestaan, is eeuwig. Leven ons. Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Halleluja. Daarom verdient Hij de prijs. Eindeloos, zo eindeloos. Uw liefde is zo groot. Het kruis bracht u. Mijn God,
om te zijn, Heere, meer dan overwinnaars in Christus. Maar het was uw bloed, Heere, vergoten aan het kruis. Heel speciaal voor ons, mijn God. Dat wij in de overwinning mogen staan met Christus. Halleluja. Dank u, Vader. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naar bovenaan en naar beneden. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëven naar de kracht ligt in uw grote naam, Jezus. Autoriteit, gezag.
In uw naam is zekerheid, hoop, mijn God, Vader. In uw naam is er een geweldige toekomst, mijn God, Heer. Op de troon en de Heere der Heerscharen. De Heerscharen in de hemelen. Ze brengen hem lof. Ze brengen hem hulde. Ze brengen hem eer. Heeft de King of Glory. De God van glorie. De Bijbel zegt: de hemel der hemelen is vol van zijn glorie. Halleluja. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So they start right now. Why would we
come and fill this place. King of glory, fill this place. King of healing, fill this place. King of my peace, fill this place. King of my joy, fill this place. You are the King of power. King of power. King of glory. King of glory. King of your presence. Thank you for your presence, Lord. We love you, Lord. Halleluja. Lieve broeders en zusters, ik groet u allemaal in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Ik ben heel blij, heel dankbaar dat ik u vandaag wederom mag bemoedigen met het woord van God. Vandaag gaan wij samen kijken naar, misschien voor velen, een onbekende profeet, een minder bekende profeet genaamd Ezra. We zullen kijken naar een dreiging die deze Ezra geconstateerd heeft. Hoe hij daarop inspeelde, maar niet alleen dat, wat heeft hij allemaal gedaan om hieruit te geraken? Vandaag, de dag, draait alles om COVID. Echt wel, we zien mensen heel dichtbij overleden aan COVID. We zien mensen besmet raken, heel dichtbij. De economische crisis heeft velen werkloos en broedeloos gemaakt. En depressief nota bene. En velen zien het niet meer zitten. Ja, zo erg is het. En dat is niet alleen hier in Suriname, maar overal ter wereld. Broeders en zusters, alles lijkt zo pats boom op ons af te komen. En daarom geloof ik dat we de sleutels, ik geloof dat we de sleutels in het boek Ezra heel goed kunnen gebruiken om te weten hoe te handelen, één. Maar ook hoe ons geloof te ontwikkelen. Waarom? Om standvastig te blijven. Want daar gaat het per slot van rekening om. U ziet dat we kunnen niet naar de gemeente gaan. Er zijn geen fysieke diensten vanwege de beperkingen. Maar dat mag ons nooit en nimmer weerhouden
om te bidden. Dat mag ons nooit en nimmer weerhouden een biddende houding aan te nemen en God elke dag te verwachten in ons leven. Laten we het vuur welke we in ons hebben blijven aanwakkeren, broeders en zusters. Ga niet slabakken. Blijf bidden, blijf loven, blijf prijzen. Deze online sessies volgen. Doe mee, verwacht van de Heer. En dan zal Hij u niet beschamen. Amen. Voor ik start met de teksten, is het altijd goed om wat achtergrondinformatie te geven, zodat het u kan helpen om beter te begrijpen waarom bepaalde keuzes door deze profeet Ezra is gemaakt. Ik wil allereerst starten met een inleiding, zodat u een globaal beeld mag en kan schetsen. Zonde heeft gevolgen. Als kind van God, als gelovige, ik weet niet hoe lang ik ben bekeerd, maar gelovigen weten waarover ik het heb. Zonde heeft gevolgen. En zij die zondigen moeten instaan voor de gevolgen die daaruit voortvloeien. Amen. Dwars door die hele Bijbel, wanneer u de Bijbel gaat lezen, dan zien we hoe God het volk Israël straft wanneer ze zondigen. Ja, God straft ze wanneer ze zondigen. Maar we lezen ook hoe de Heere hen voorspoedig maakt op het moment dat zij zich verootmoedigen. Op het moment dat ze zeggen van Heer, ik heb u nodig. Dan zegen de Heere hen. Dan maakt de Heer hen voorspoedig. En daar gaat het per slot van rekening om. Door de jaren heen was dit het patroon. Dit was het patroon. Ga maar lezen. Ze zondigen. God stuurt vijanden en ze gaan zich verootmoedigen. God zegent ze. Het is een aan-uit situatie. Totdat er een moment in tijd aanbrak, toch, dat God de Israëlieten overgaf aan de vijand om hen vervolgens in ballingschap weg te voeren. Dat gebeurde in het boek Ezra. Lezen we het verslag van twee terugkeermomenten. Vanuit die ballingschap in Babylonië naar Jeruzalem. Ezra had de leiding bij de tweede terugkeer. Dus er waren twee terugkeermomenten. Maar de tweede keer had Ezra de leiding. En van die koning, waar hij was in Babylon, van de Persische koning, kreeg hij behoorlijk veel goud en zilver. En nota bene ook andere goederen mee. Hij had verder als voornaamste taak, dat kunt u lezen in de Bijbel, in het boek Ezra, om het volk dat reeds in Jeruzalem woonde, geestelijk en moreel op te bouwen. Om dus herstel te brengen, waar zaken nota bene zijn fout gegaan. Een paar feiten over profeet Ezra, dan weet u het ook. Ezra was priester en schriftgeleerde. Hij was een rechtstreekse afstammeling van Aaron. Aaron was het broertje, de broer, van een Mozes. Uit naslagwerken wordt verder gesuggereerd dat deze Ezra verantwoordelijk was voor de boeken Kronieken, Ezra en Nehemia. Hij had natuurlijk ook zijn aandeel in het samenstellen van de boeken uit het Oude Testament. Dus het is goed voor u om te weten wie deze Ezra is. Zijn staat van dienst was dus om u tegen te zeggen. Hij wist precies wie God was. Wat de Heer van de mens voornamelijk verwacht. En hij wist precies wat hij moest doen. Toch? Hij wist precies wat hij moest doen om uit een crisis te geraken. Hij was bezig met de verschillende boeken. Hij las het. Hij leefde precies zoals de Heer het verlangt. Ik hoop dat u dan op basis van deze informatie een globaal beeld heeft kunnen vormen. Zodat u de volgende punten, welke ik zo dadelijk zal behandelen, makkelijk kan volgen. Laten we deze bemoediging op de eerste plaats opdragen aan de Heer. Vader, dank u wel voor dit moment dat ik mag bidden, dat ik dit woord mag delen met uw volk. Heilige Geest, neemt u compleet over. Zegen uw volk, dat dit woord hen mag aanraken, dat ze gezegend mogen zijn, in Jezus' machtige naam. Amen. Zo, we gaan starten met de eerste tekst. De Bijbel van God. Het woord van God is bijzonder. Waarom zeg ik dat? Telkens wanneer we het woord lezen,
dan wordt geloof ontwikkeld. Dan wordt geloof ontwikkeld. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van Christus. Wanneer we het woord lezen, dan toont God een aantal schatten, sleutels, verborgenheden. Maar God moet het u laten zien. Laten we lezen in Esra 8, vers 21, waar staat: toen riep ik daar. Nogmaals, Esra 8, vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor onze God en van hem een voorspoedige tocht af te smeden voor ons, voor onze kinderen en voor al onze haven. Laten we dit vasthouden. Vers 21 en doorgaan naar vers 22. Vers 22 zegt: want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen de vijanden onderweg. Wij hadden namelijk tot de koning gezegd, let wel, ze hadden tot deze koning gezegd: de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn macht en zijn toren zijn tegen allen die hem verlaten. De crisis die Esra identificeerde was angst en vrees voor een overval. Heeft het gehoord? Hij kreeg goud, hij kreeg goederen, waardevol, maar hij werd bevangen door angst en vrees om overvallen te worden. Dat is de crisis die deze Esra identificeerde voordat hij vertrok. Want weet u, wanneer u op reis gaat, moet u plannen. U moet beginnen na te denken, u moet inpakken, u moet weten van wat heb ik nodig. En deze Esra begon na te denken. En hij identificeerde een crisis. Hij identificeerde een risico die hij kan lopen wanneer hij van de plek waar hij is, Babylonië, zou vertrekken richting Jeruzalem. Angst is een gevoel dat er onheil of gevaar dreigt. Vrees heb je voor iets wat niet zeker is. Weet je, er is een verschil. Je vreest voor iets, maar je weet niet zeker of dat kan gebeuren. Het is een risico welke je loopt. Maar deze Esra was angstig omdat hij wist dat de weg gevaarlijk was. Hij wist dat hij overvallen kon worden. Vooral omdat hij zoveel haven en goederen had. Goud, zilver en zoveel goederen. Uit deze twee versen, broeders en zusters, gaan wij belangrijke sleutels halen die ons zullen helpen om nog dieper te gaan met Gods Heilige Geest. Ik wil gewoon twee belangrijke lessen halen uit deze teksten. We gaan naar de eerste. Gods hand moeten we afsmeken. We moeten God bidden. We moeten God loven. We moeten God prijzen. Deze Esra was priester. Hij was een man Gods. Hij kende het woord van God. Amen bij Sabba woord voor Gado. En we lezen in vers 21 dat hij om de volgende redenen vaste. Een vaste uitriep, namelijk 1. Verontmoediging voor God. En 2. Een voorspoedige tocht. Weet u, je gaat jezelf afvragen. Hij was angstig. Hij wist van, hij kan overvallen worden. Maar waarom heeft hij niet meteen gevraagd voor bescherming? Waarom heeft hij niet meteen gevraagd van, Heer, bescherm mij? Nee, kijk wat deze man deed. Hij verootmoedigde zich eerst. En dan bad hij voor die voorspoedige tocht. En wanneer we inzoomen op het woordje verootmoedigen, ons verootmoedigen of vernederen voor de Heer wil niets anders zeggen, beleiden dat wij God nodig hebben. Beleiden dat Hij alleen waardig is. Beleiden en erkennen dat niemand anders dan de Heer ons uit de situatie kan redden. Dat is onszelf verootmoedigen. Esra was priester. Hij was kenner van de schrift. Hij was een man Gods met een geweldige staat van dienst. Hij wist precies hoe hij Gods hart kon aanraken. Hij had in feite vrees. Hij had angst om overvallen te worden. Maar hij naderde Gods tent door zich eerst te verootmoedigen. Let wel, hij verootmoedigde zich eerst. Amen. We lezen verder in Esra 8 vers 23.
Dus vasten wij en smeekten onze God hierover. Zij hebben gevast, maar zij hebben ook gesmeekt. Zij hebben God geroepen, de man Barkri. Amen. En kijk wat er hier staat in 23. En God liet zich door ons verbidden. Hij liet zich verbidden. Deze stappen hebben ertoe geleid, broeders en zusters. Verootmoediging, smeken en God vragen, dus vasten. Deze stappen hebben ertoe geleid dat God zich heeft laten verbidden. Verbidden wil niets anders zeggen dat God, doordat zij dat gedaan hebben, tot andere gedachten is gebracht. God werd tot andere gedachten gebracht. Waarom? Doordat ze zich hebben verootmoedigd. Ze hebben gebeden, ze hebben gesmeekt, ze hebben gevast. En God heeft voor die veilige reis gezorgd. God heeft zich laten verbidden. En ik ben het woordje gaan opzoeken, broeders en zusters. Weet u, Isaac was de zoon van Abraham. Jullie kennen dat verhaal. De moeder van Isaac was onvruchtbaar. En God heeft voor een wonder gezorgd in haar ouderdom. Heeft ze Isaac gebaard. Ik ga je wat moois laten zien. De vrouw van Isaac, Rebecca, was ook onvruchtbaar. Maar Isaac koos niet ervoor om haar weg te sturen. Zijn vrouw was onvruchtbaar, maar hij koos niet ervoor om van haar te scheiden. Hij koos niet ervoor om een buitenvrouw op na te houden. Hij koos niet ervoor om een slavin te nemen en een kind daar te verven. Nee, hij koos daar niet voor. Weet u wat er verder staat? Hij bad tot God. Hij bad tot God. Niet 1 jaar, niet 2 jaar, niet, ook geen 10 jaren. Geen 10 jaren. Deze Isaac bad 20 jaren lang. 20 jaren lang heeft hij het volgehouden. En weet u wat er staat? En God liet zich verbidden. Deze Isaac was standvastig. Hij bad, hij riep. Hij zocht de Heer en God liet zich verbidden. Je gaat misschien denken, 20 jaar lang, ik kan zo lang niet wachten. Maar weet u wie op de Heer vertrouwt? Wie zijn geloof bouwt op de Heer? Je gaat nooit en nimmer beschaamd worden. En ik wil u oproepen, broeders en zusters. Wanneer u in die crisis bent, wanneer u een crisis heeft geïdentificeerd in uw leven. Natuurlijk, u gaat bidden om bescherming, maar weet, deze Esra heeft ons een mooi voorbeeld gegeven, een heel mooi voorbeeld. We naderen Gods troon door ons te vernederen. Door met diep ontzag God te naderen en te weten van Heer, u bent goed, u bent trouw, u bent geweldig. Op het moment dat u zich verootmoedigt, op het moment dat u beleidt en erkent dat God God is. Nou, dan mag je niets anders verwachten. God gaat zich laten verbidden. En dat is wat er is gebeurd. En ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen lezen, mogen leren. En ik hoop dat u ook dit mag meenemen in uw leven, broeders en zusters. In uw geestelijk leven. We leren dus hieruit dat we de Heer tot andere gedachten kunnen brengen. Wanneer wij de juiste stappen ondernemen. Welke crisis u kent ook mag naderen. Weet dat de Heer u hieruit kan helpen. Hij is God. Hij is bij machten, maar laten we hem naderen zoals hij is. Hij is God, laten we hem prijzen omdat hij God is. Amen. Het tweede onderdeel, dat is welke ik met u wil delen, is geloof zonder werken is dood. Nou, u gaat jezelf vragen, maar wat heeft dit nou te maken met dit onderwerp? Deze Esra heeft een uitspraak gedaan. Deze Esra, eigenlijk in onze termen kunnen we bijna zeggen, allemaal bij bluf. Hij heeft grootspraak gegeven. Hij had een grote mond, zoals de wereld dat zou zeggen. Maar in het geloofsleven is dat niets anders dan een goede belijdenis op nahouden. Deze Esra had een goede belijdenis op na. Hij beleed, hij zei dat God hem uit alles zal halen. God zal hem beschermen. Ieder die hem vreest, God zal hem beschermen. En dat deed hij. Maar laat mij één ding zeggen. Veel christenen hebben hun mond vol, om het zo te noemen.
En dit is niet om gemeen te zijn, maar vele christenen hebben hun mond vol over hoe machtig en krachtig God wel is, dat hij in staat is om alle ziektes en kwalen te genezen, dat hij ons beschermt, dat een ieder die in zijn schaduw vertoeft onaantastbaar is. Dit is natuurlijk niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Als kinderen van God horen wij een goede belijdenis op na te houden. Maar het punt dat ik wil aanhalen, broeders en zusters, zeg het niet om te zeggen, maar zeg en beleid Gods woord, zijn glorie en zijn kracht, omdat je weet wie hij is. Omdat je weet dat hij in staat is om te doen wat hij heeft beloofd. Zeg het, omdat je het beleidt, omdat je weet wie God is. Maar zeg het niet om te zeggen, Heere want Ramantaki, dan gaat hij het ook zeggen. Nee, zeg het, omdat de Heilige Geest je overtuigd heeft dat God bij machten is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En Ezra had misschien voor velen diezelfde grote mond. Hij had diezelfde belijdenis. En hij gaf God alle eer en alle glorie. En hij zei, de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken. Maar zijn macht en zijn toren zijn tegen allen die hem verlaten. We kunnen hieruit dus een zeer belangrijke les halen. De woorden die hij uitsprak kunnen geestelijk binden. Nou, laat me het beter zeggen. De woorden die u uitspreekt kunnen voor een geestelijke binding zorgen. Veel mensen bouwen een geestelijke muur door woorden die ze in de atmosfeer lanceren. Vele mensen bouwen een geestelijke muur van groei. Een muur die ervoor zorgt dat je geen vrienden hebt. Een muur die ervoor zorgt dat je alleen bent. Een muur die in feite je totale groei, zowel geestelijk als hoe je het ook wil noemen, blokkeert, broers en zusters. Uitspraak als, ik ga nooit naar de kerk. Uitspraak als, ik wil echt geen kinderen. Uitspraak als, ik wil geen man. Ik ga me echt niet laten vaccineren. En een uitspraak als, ik ga nooit trouwen. Weet je, dit soort uitspraken. Geliefden, zorgen ervoor dat je jezelf geestelijk blokkeert. Deze uitspraken zorgen ervoor dat u geen way out kan gaan. Want u takemba, u heeft het uitgesproken. Nou, dan moet je doen wat je zegt. Want dat gaat een schande zijn. Ik wil nooit meer een man. En plotseling de machine dan allemaal. Plotseling zien ze u met een man. Waar ga je je gezicht zetten, om het zo te noemen? Dus daarom is het belangrijk dat wij gaan nadenken wanneer wij gaan spreken. Wanneer u bijvoorbeeld slecht over iemand praat. I takwamantor, u praat slecht over iemand, dan ontwikkelt zich een geestelijke muur. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, u zal wel weten. En geloof me, u gaat niet meer met de persoon kunnen praten zoals het normaal hoort, vanwege die geestelijke muur. Vanwege die geestelijke muur. Houd daarmee rekening. Zo kunnen wij, broers en zusters, ik heb wel het negatieve daarvan belicht, maar met onze woorden kunnen wij ook een atmosfeer van geloof creëren. Uw belijdenis is zo belangrijk. Maar het punt wat ik eerder aanhaal, zeg het niet omdat je het moet zeggen, maar zeg het omdat je waarlijk gelooft dat er kracht aan gekoppeld wordt. En het woord van God, wanneer je het uitspreekt, God is bij machten om veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Ezra moest na zijn belijdenis nu ook stappen nemen in geloof. Je kunt mooi en waar zeggen, God is geweldig goed en groot. Hij is bij machte om mij te genezen, om herstel te brengen, om doorbraak te geven. Nou, wanneer het puntje bij paaltje komt, dan moet u nu de stappen in geloof nemen. En deze Ezra moest na zijn belijdenis nu ook stappen in geloof nemen. De Bijbel leert ons dat hij zich diep schaamde om de koning om begeleiding en bescherming te vragen. Omdat hij heel veel goud en zilver bij zich had. Hij schaamde zich. Hij schaamde zich. Je gaat denken van, hé, zo'n grote man Gods, iemand die de Bijbel, het Oude Testament, gecoördineerd heeft om het te schrijven. Iemand, een schriftgeleerde, iemand die kennis heeft van het woord. Een priester.
No, hij is mens. We zijn allemaal mensen. Ga niet denken van hey, hij is voorganger, hij is bijna God. Nee. We zijn mensen. We zijn allemaal mensen. Amen. Deze Ezra was ook mens. Maar wat deed Ezra? Ik heb het al gezegd. Hij verootmoedigde zich voor God. Hij vernederde zich en bevestigde met deze actie dat hij God nodig heeft. En dat is zo belangrijk vandaag de dag. Beseft u dat u God nodig heeft. U hebt misschien een goed leven. U heeft een goede baan. U heeft goed vervoer. U heeft lieve mensen om u heen. U heeft goede relaties. U heeft sterke relaties. En soms kan het u overkomen. Soms kan die gedachte langs gaan en zeggen van ik heb niemand nodig. Ik heb zelfs God niet nodig. Maar weet één ding. De kracht die u elke dag heeft. Dat u vandaag de dag kunt ademen is dankzij Agado Sawedin. God die hemel en aarde geschapen heeft. Hij die Heer en Meester is over alles wat leeft. Amen. We leren dus een belangrijke les, broeders en zusters. Gods woord zit vol beloftes. Vol waarheden, vol schatten en rijkdommen die we kunnen gebruiken om een atmosfeer van geloof te creëren. U zal dan stappen in geloof moeten nemen zoals Ezra dat deed. Ezra beleed Gods kracht, Gods glorie, Gods majesteit en handelde ook ernaar. Hij bracht het offer van bidden en vasten. Hij verootmoedigde zich en riep tot God. En als u het boek Ezra doorneemt, dan ziet u dat hij veilig is aangekomen. Weet u, we kunnen in een situatie zitten waar we zeggen van hé, dit komt zeker niet goed. Maar wanneer u zich verootmoedigt, wanneer u gaat roepen tot God, wanneer u gaat tranen, wanneer u gaat huilen en God zoeken, dan geloof ik dat God doorbraak wil en zal geven. Amen. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Oh, geweldig, dit woord van God. Halleluja. Dat is de reden waarom Ezra niet slecht bad en vroeg, maar hij klopte aan de deur om open te doen. Hij was priester. Soms denkt u van, nee, ik ben bekeerd, ik heb God, ik ga ergens een crisis doen, maar ik gewoon een schietgebedje, Heer, bescherm mij, broeders en zusters. Deze Ezra, hij ging niet alleen zoeken en bidden, maar hij heeft gevast. Hij heeft het gekoppeld aan verootmoediging. Amen. De Bijbel leert ons in Matthäus 7 vers 7. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden. Klop en voor u zal open gedaan worden. U bidt om bescherming, u ontvangt niet. Wat gaat u dan doen? Gaat u blijven bidden? U gaat dan zoeken. U gaat Gods aangezicht moeten zoeken voor die bescherming. En als u zoekt, u vindt het niet. U vindt niet wat u zoekt. Wat is de volgende stap? De Bijbel leert ons zoek, bid. En als dat niet genoeg is, dan gaat hij een volgende niveau. Dan zegt hij, klop op de deur. Weet u, wanneer je iemand zoekt, iemand vindt hem. Je bent je actie, iemand vindt hem. Je zoekt die persoon, je kan die persoon niet vinden. Wat gaat u vervolgens? U gaat verder zoeken. Op een gegeven moment gaat u kloppen aan de deur. U gaat slaan op de deur totdat die deur open gaat. De Bijbel leert dat u dan moet kloppen op de deur van de hemel totdat die voor u opengemaakt wordt. Wanneer u iemand zoekt, wanneer u die persoon niet kan vinden en u weet van hij is in dat huis en u zegt bab, één keer, niemand komt, wat gaat u vervolgen? U gaat blijven kloppen totdat die persoon komt. En bij de Heere is dat niet anders. We moeten en ik lichtjes nemen, geliefden. Veel gelovigen denken dat een schietgebed voldoende is voor die doorbraak in ons leven. Maar God vraagt van ons dat wij het offer brengen van gebed, van bidden en vasten. Jezus heeft het in de Bijbel gezegd dat er een geslacht is. Let wel, geestelijk is er een geslacht dat alleen gaat uitvaren door gebed en vasten. Dat wil zeggen, geestelijk zijn er gradaties. Er is een hoofdpijn, je biggie, je bidt voor een hoofdpijn, goed. Maar er is een geslacht. Geestelijk is er een geslacht welke alleen uitvaart
door gebed en vasten. Heel erg belangrijk. Ik hoop dat de les van Ezra, broeders en zusters, u nieuwe inzichten heeft gegeven. U die momenteel midden in een crisis zit, u kent Gods belofte. En dat heeft u ook nog beleden. Misschien ziet u nog geen beweging. Geef alstublieft niet op. Ezra kende de Heer. Hij wandelde met de Heer. Hij was schriftgeleerde. Hij was kenner van het woord. Hij kende het woord van God. Oh, halleluja. Maar hij nam zijn plaats in. Hij zag die crisis. Hij was midden in de crisis. En hij is gaan bidden en vasten. En hij begon met zichzelf te verootmoedigen om God te verbidden. En u en ik kunnen vandaag de dag God ook verbidden. Voor mij is het allerbelangrijkste uit het verhaal de verootmoediging. Die verootmoediging vond ik het mooist. Ik vind het zo bijzonder. Hij zat in die crisis, maar hij is niet begonnen met heren. Haal me uit de crisis. Nee, hij begon God te eren. Hij begon God te aanbidden. Hij begon God te geven de plek en de prijs die hem waarlijk toekomt. Hij verootmoedigde zich en hij zei van, Heer, ik heb u nodig. En dat is een moment waar u Gods hart zal aanraken. Amen. Laten we God naderen met diep ontzag. Met vrees en beven. Laten we erkennen dat Hij Heer is. En laten we geven wat Hem waarlijk toekomt. Broeders en zusters, ik hoop dat deze woorden, dat deze prediking u tot zegen is geweest. Ik bid God dat u blijft vasthouden aan de Heer. Deze tijd is een uitdagende periode. Kijk maar de dingen die om ons heen gebeuren. Blijf bidden. Bid het bloed van Jezus over u. Over uw kinderen, over uw familie. En laat God zegen over u waken. Ik wil samen met u bidden. Ik weet niet in welke situatie u bent. Maar ik wil bidden dat God een doorbraak geeft in uw leven. Misschien bent u daar, u ziet het niet meer zitten. U hebt het opgegeven, weet u. Het moment dat u opgeeft wil zeggen dat u geen hoop en geloof meer heeft. Maar ik bid dat God u mag aansterken. Dat dit woord u mag oprichten. Dat u mag opstaan en dat u hoop en vertrouwen mag ontwikkelen. En wetende dat God zoveel van u houdt. Hij houdt heel veel van u. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor dit moment dat ik mag bidden. Met dat ieder die op dit moment luistert. Zegen uw volk. Zij die in de crisis zitten. Zij die het niet meer zien zitten. Ik spreek woorden van herstel. Woorden van hoop. Woorden van genezing, Heere. Dat u ze mag aanraken. Heere, elke boze macht, elke boze geest, dat in achtervolgt, elke geest van een represaille, Heere. Ik bestraf het en ik verbreek haar macht. Elke generatiegeest, Heere, die uw volk hindert om groei door te maken. En de machten die voor angst en vrees zorgen, ik verbreek die macht. O mijn God, ik bid dat elke blokkade, elke geest van de Leviathan mag losmaken uw volk. Zodat ze mogen zien, zodat ze zich gaan verootmoedigen. U zullen dienen, u zullen eren met diep ontzag, Heere. Zegen uw volk, in Jezus naam. Amen. Ik ben dankbaar nogmaals dat ik u mag bemoedigen met het woord. Gaat u verder met de Heer. Bemoedig elkaar. Alles wat u geleerd heeft, deel het met uw medegelovigen. Zij die het misschien gemist hebben, mocht u in de gelegenheid zijn, deel deze prediking, zodat ook anderen gezegend mogen worden. Mijn gebed is dat het woord op goede aarde mag vallen. Dat het woord wortels mag schieten. Dat u tot inzicht mag komen en dat u alles wat u vandaag geleerd heeft, mag toepassen in uw leven. God zegene u. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. It's amazing what praises can do. Hallelujah.